hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 25 oktober. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik heb een beetje last van mijn oog. Ik heb het idee dat er wat in zit, maar ik weet niet precies wat het is. Ik had er net nog geen last van. Het kwam in één keer. Ik heb gisteravond lekker gekeken naar Goede Tijden. Er komt nou weer een wintercliffhanger aan. Ze zeggen nu dat het voor het eerst is. Maar volgens mij is dat al eventjes dat ze dat deden. Een soort van spannend moment in de winter. Dus het is niet echt nieuw. Dus ik ben wel benieuwd. Die wordt pas eind december uitgezonden, dus dat duurt nog eventjes. Daarna heb ik weer Politie Rotterdam gekeken. En het was een mooie aflevering, maar ook wel schrijnend. Want dan zie je eigenlijk hoeveel mensen er op psychisch gebied hulp nodig hebben en dat het er gewoon eigenlijk niet is. Dat merkte je nu bij deze aflevering best wel. Dat er mensen gewoon echt waren die gewoon hulp nodig hebben, maar die gewoon eigenlijk geen hulp kunnen krijgen. Want het is allemaal, ja, de wachtlijsten en zo, dus dat is wel erg. Dus ja, wel jammer dat het dan in Nederland eigenlijk allemaal zo achteruit is gegaan, zeg maar, de zorg. Ik heb nog even een spel gedaan, toen ben ik de vlog in elkaar verder af gaan maken eigenlijk, want die stond voor het grootste gedeelte al klaar. Dat is allemaal gelukt, ik heb de foto's bewerkt, ik moet nog eventjes één nieuwe maken, want daar was ik niet helemaal tevreden over. Nou, toen wilde ik Netflix gaan kijken, maar die deed het niet op de laptop. Hij gaf aan dat het gebruikersnaam en wachtwoord niet klopte, wat ik niet begreep. Want voor mij, naar mijn weten is die niet veranderd. Dus toen heb ik eventjes op mijn tablet gekeken, maar dat vond ik niet heel fijn hoor. Dat is niet heel erg lekker kijken, want je kijkt op een heel klein scherm. Je zit naar beneden te kijken. De katten willen erbij, dus het is al een beetje moeilijk een weg vinden van hoe ga je kijken. Maar wel super spannend. En daarna nog eventjes de Vlaamse serie op Videoland. Zie mij graag, heet die geloof ik. En dat was ook wel weer mooi. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen die alweer bijna uit is. Heel bizar. Vorige maand heb ik letterlijk 3 boeken gelezen. En deze maand heb ik er alweer een stuk meer. Dan kun je dan zien hoe dat kan verschillen. Dus dat. Ik heb in ieder geval me weer lekker warm aangekleed. Want het is buiten best wel een beetje koud om te zien. Het regent, het waait. Het is echt herfst, maar ook alweer gezellig. Ik had net even de vuilniszak naar buiten gebracht. Toen miezerde het een beetje, dus dan word je al een klein beetje nat. Maar goed, die is weer weg. Ik ben dus aan het roteren met al mijn make-up. Ik heb mijn oogschaduwpaletten heb ik er nu allemaal uitgehaald die ik nog moet gaan gaan gebruiken. Dus die heb ik allemaal verzameld. Dat heb ik voor jullie gefilmd, dat ga ik jullie laten zien. En ik ga even mijn vloerkleed zo schoonmaken naast de andere klusjes die ik ga doen. Dus ik ga jullie daar proberen mee te nemen. En ik heb nog een pakketje binnengekregen en die ga ik eerst eventjes aan jullie laten zien. Dus dan gaan we daarna lekker aan de gang. Het pakketje. Ik heb een pakketje van Bonprix, zoals jullie kunnen zien. Het past door de brievenbus. Dat is wel echt heel erg handig. Want ik heb een heel erg leuk shirtje besteld. Ik vond het tenminste heel erg leuk. Ik heb hem in een maatje. Even kijken hoor. S. En dat valt onder 36-38. Maar ik vond hem vooral heel leuk. Want ik ga hem er eventjes uithalen. Dan kunnen jullie hem zien. Kijk, het is een shirtje met lange mouwen en er staat een kat op. Dus dat vond ik echt super leuk. Het is ook een heel lekker stofje. En ik vond hem wel gewoon super leuk. Ik dacht, het is ook leuk om te combineren met een blazertje of zo. Of met een giletje, wat je wil. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Dus die heb ik besteld. Dus super leuk, super blij mee. Die ga ik lekker af uitwassen en dan zal ik er heel veel plezier van hebben. Nu ga ik eventjes aan de gang. Dus ik probeer jullie er nog even bij te zetten als ik dat vloerkleed ga doen. Ik heb hier dus nog lades met oogschaduwpaletten die ik allemaal nog wil gaan gebruiken, die nog niet gebruikt zijn. Dus die ga ik er allemaal eventjes uithalen, zodat ik precies weet welke ik nog moet gaan gebruiken. En dan kunnen degene die ik gebruikt heb er weer terug in. En dat ga ik even met de lades doen. Dus ik ga even kijken hoe ver ik kom. Dat wil ik nu eventjes gaan proberen in ieder geval. Thank you.
Sowieso, ik ben echt heel erg productief geweest. Ik heb de bank naar voren gehad. Ik had dus verteld dat er wat spug onder lag. En dat heb ik helemaal weg kunnen halen. Dus ik heb daar gelijk goed stof gezogen, lekker gedweld. Dus alles is daar weer lekker schoon. Nou ja, het kleed heb ik dus opgefrist. Ik heb er dus waspoeder in gestrooid. Je kunt dit ook met baking soda doen, mocht je geen waspoeder hebben. Maar ik had waspoeder en ik heb dat in het verleden ook wel eens gedaan bij mijn oude bank. Toen ik deze nog niet had, toen had ik ook een bank die er ook niet altijd meer even fris. Toen heb ik dat ook wel eens gedaan. Dat gaf echt een opfrisbeurtje. Ik had hem dus zondag al helemaal schoongemaakt met Dusty. En dat rook al wel goed. En nu gewoon even lekker zo'n fris geurtje eraan. Nou, dat laat je even intrekken. Dan kun je het afzuigen met de stofzuiger. En het ruikt gewoon gelijk weer helemaal lekker. Dus ik ben er heel blij mee. Ik moet het ook eigenlijk vaker doen. Maar ik heb nu het geluk dat ik toevallig waspoeder heb. Normaal gesproken heb ik dat nooit. Maar nu heb ik dat. Maar dan zou ik het ook met baking soda kunnen doen. Nog even aan mijn bullet journal gezeten. Nu hebben de katjes net lekker gegeten. Ga ik nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond weer gewoon goede tijden en het perfecte plaatje. Ik denk nog eventjes gamen. En dan ga ik mijn blogpost schrijven. Dan moet ik dus nog even één nieuwe video of één nieuwe foto voor maken. Thumbnail maken voor de vlog, zodat die geüpload kan worden. Ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En vanavond weer oogappels. Ik hoop wel dat ik nu mijn Netflix-serie op de computer kan kijken. Dat zou wel beter zijn. Maar goed, dat ga ik wel zien. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek verder te lezen. Misschien lees ik hem uit, maar dat weet ik nog niet. Ik ga nu in ieder geval de camera op de oplader doen, want die is echt bijna leeg. Dus ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 26 oktober. Ik ben klaargemaakt, maar ik heb het wel weer super koud. Ik weet nog niet hoe laat mijn coach komt, dus daar moet ik nog eventjes op wachten. Ik heb nog niks gehoord. Het is natuurlijk weer boodschappendag. Maar mijn benen die zijn zo koud. En ik heb dus nu een spijkerbroek aan. En dat is wel een van mijn lievelingsspijkerbroeken. Die vind ik heel fijn. Maar die is wel heel dun. Ik heb eigenlijk alleen maar dunne spijkerbroeken. Ik heb eigenlijk niet echt dikke broeken. En dat is straks met de winter eigenlijk best wel een must-have om te hebben. Maar ik zou ook eigenlijk niet weten waar je echt een beetje dikke spijkerbroeken kunt kopen. Ik vind sowieso broeken kopen vind ik een drama. Ik ben gemiddeld qua lengte. In Nederland is het best wel gemiddeld, want ik heb wel eens gehoord dat Nederland wel de langste mensen heeft, zeg maar ongeveer. Maar omdat ik, ik zit eigenlijk, qua maat heb ik vaak S, maar wat het dan is, dan zit een broek eigenlijk, omdat ik, vrij lang ben. Een broek zit dan te kort, zeg maar, bij mijn kuit. Dat je een beetje een soort hoogwater effect krijgt. Ik vind het eigenlijk altijd wel lekker als een broek heel lang is. Vooral als je dat dan met laarzen of zo doet, weet je wel. Dat het, nou ja, goed, en met gewoon lange laarzen maakt het niet uit. Maar als ik mijn UGG aan heb, dan vind ik het wel mooi als die broek erbij invalt. Maar dat is dan vaak een beetje het probleem. Bij mij zie je dan heel vaak die sokken erbij komen. Dus dat vind ik altijd een beetje lastig. Ik vind ook heel snel dat broeken eigenlijk te lubberig zitten om mijn benen. Dat ze niet mooi vallen. Daar heb ik een aantal broeken van de Lidl die ik echt super fijn vind. Maar ze zijn dus wel dun. Dus eigenlijk zou ik nog wel eventjes een keer op zoek moeten naar wat dikkere spijkerbroeken. Maar die wil ik dan wel fysiek in de winkel kunnen kopen. Zodat ik ook kan passen en kan zien hoe het zit. Want als je dat weer bestelt, dan zit je weer, ja, als het dan niet mooi zit, dan moet je het weer terugsturen. En soms moet je dan weer zelf weer de verzendkosten betalen. Vind ik altijd gewoon zo gedoe. En ja, daardoor vind ik het met broeken gewoon vrij lastig. Maar deze zijn wel echt dun. Want als ik hem nu gewoon voel, ik voel gewoon echt mijn benen er heel goed doorheen komen. En ik merk nu gewoon dat ze gewoon ijskoud zijn. Maar goed, daar moet ik dus eventjes naar kijken. Mochten jullie nog goede tips hebben waar je gewoon dikke spijkerbroeken kunt kopen. Waar je ook dus kunt kopen als je wat dunner bent. Zou ik het heel graag willen horen. Gisteravond belde mijn moeder nog even met Nathalie. Want Nathalie bleef nog een nachtje langer. Dat was wel gezellig, even bijgekletst. Dus dat was wel leuk. Hun vertelde even over hun dag. Ik een beetje over mijn dag. Nou, mijn dagen zijn natuurlijk nooit zo heel erg spannend. Omdat ik niet buiten de deur dingen doe. Maar wel gewoon in huis druk bezig was geweest. Waar ik heel blij mee was. Nou ja, prima. Toen heb ik
perfecte plaatje gekeken. En toen heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Dat ging zo verrekte onhandig, want ik kon mijn foto's niet invoegen. Uiteindelijk heb ik een manier gevonden hoe het wel lukte. Het was allemaal echt heel erg drama. Toen kwam ik weer niet op Netflix in de laptop. Toen moest ik weer op een tablet kijken. Dat vond ik echt helemaal niet fijn, maar goed. Ja, het is even wat het is. Ik ga er vanavond nog even mee aan de gang. Nou ja, ik heb mijn vlog, die had ik geüpload en een thumbnail gemaakt. Toen heb ik weer oogappels gekeken. Dat was wel super leuk. Dus daar heb ik wel even van genoten. Ja, nu zit ik eigenlijk gewoon te wachten tot er een berichtje komt wanneer mijn coach er is. Want ik weet dus nog steeds niks. Dus ik ga zo gewoon eventjes hier stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik gewoon maar eventjes nog wat doen. Want dan doodt het ook de tijd. En kan toch niet stilzitten en niks doen. Dus dat ga ik eventjes doen. En ik neem jullie nog wel weer eventjes mee als ik naar de winkel ga. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Zo, ik ben inmiddels terug van de boodschappen. De katjes zijn lekker aan het eten, want het was weer al etenstijd. Ik zal even de boodschappen laten zien. Ik heb weer allereerst even Panadol gehaald. Ik vind toch altijd de fijnste pijnstiller die er is. En ik had er nog maar een paar. Dan was ik even bij de Aldi en toen kwam ik weer de tapijtreiniger tegen. En die van mij is eigenlijk al wel weer aardig aan het opschieten dat hij bijna leeg is. Dus ik dacht, ik neem er nog even eentje mee, want dat is echt heel fijn spul. Dan heb ik weer voor de katten. Deze trui van Disney, 100 jaar Disney. Die vond ik heel leuk. En Minnie Mouse staat erop. Dus die. Dan heb ik ook nog een setje met twee kooltruitjes. Die vind ik heel erg leuk. Staan onder een teddy. Blazer. Nee. Gillette. Frikandellen. Mijn toetjes waren er. Nu gelukkig wel. Deze was met 50% korting in de tent bij Plus. En dat geldt ook voor deze. En ook voor deze. Dat was allemaal 50%. Dus er ging best wel veel vanaf. Dan heb ik slavinken. Koffiemelk. Die wilde ik eigenlijk bij de Plus halen. Want ik vind de koffieroom zo lekker. Maar toen kwam het bij de Lidl had ik op mijn lijstje en dacht ik, oh, koffiemelk vergeten, maar ik heb daar maar even meegenomen. Speklapjes voor maandag. Kattenvoer. Een heel handig openertje, ook voor blikjes. Die was nu €1, daar kun je er zo blikken mee openmaken. En ik heb vooral vaak moeite met die lipjes opentrekken. Dat kan dus hier ook mee. Nou ja, gezien hoe het werkt. Dan heb ik weer twee keer kaas, want die was nu 1+1 gratis bij de Boni. Spekreepjes, die waren daar ook in de aanbieding. Chocomel. Boontjes. Patatjes. En aardappeltjes. En ik heb alvast 2 keer sucadelappen meegenomen, 2 setjes. Want ik wil volgende week graag goulash maken. En nu was het in de aanbieding. Ik dacht, ga ik dat doen? Moet ik even kijken. Het zal in de vriezer moeten. Ze hadden niet een hele grote pak. Die waren dan super duur. Dus ik was goedkoop aan die 2 losse. Dus dat heb ik allemaal gehad. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik nog eventjes lekker relaxen. Strakjes lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Goede Tijden. Ik weet niet wat ik daarna ga kijken. Ik weet niet of dat programma op SBS6 interessant is. Maar dan moet ik maar eventjes afwachten.
Ik ga mijn foto's bewerken. Ga ik eventjes kijken of ik nou weer bij Netflix erin kom. Dan moet ik eventjes nog checken straks. Nou ja, die ga ik dan lekker kijken. Dan ga ik weer Zie mij graag kijken. En daarna ga ik een nieuw boek starten. Want ik heb gisteravond mijn boek uitgelezen. Dus dat wordt de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 27 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het natuurlijk weer ijskoud. Ik weet niet eens hoeveel graden het buiten is. Ik ga het heel eventjes nakijken. We hebben eventjes de... papierbak aan de weg. Het auto is ook echt maar 11 graden. Ja, dat is logisch. Het regent ook. Op zich wel gezellig. Ik ga vandaag de slaapkamer doen. Ik ga mijn andere dekbed erop doen. Met dikkere dekbed. Eigenlijk valt het onder het herfstgedeelte. Want als je het wintergedeelte doet, dan klem je ze op elkaar. Ik heb dus een vierseizoenen dekbed. Dan zou je ze aan elkaar klikken. Dan heb je het winterdekbed. Dat doe ik niet. Want ik vind het lekker om het warm te hebben in deze tijden van het jaar. Maar dan heb ik het echt bloedheet en raak ik oververhit. Dat is echt geen doen. Ik heb dat vorig jaar een keer geprobeerd in een hele koude tijd en het beviel niet. Dus ik pak wel gewoon het herfstgedeelte nu. Nu wil ik even kijken of ik dat zomergedeelte in de wasmachine krijg. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Maar ik zou het lekker vinden om die dan weer schoon, zeg maar, in zo'n vacuümzak te stoppen. Zodat die gewoon weer schoon klaar staat voor het volgende seizoen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Dus ik moet eventjes kijken. Verder gewoon lekker de slaapkamer doen. Dus ik zal zo even dat dekbed boven halen. Ik moet ook even een wasverzachter pakken. Dus dat wil ik dan sowieso even gaan doen. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden. Er was nu bekendgemaakt dat Demi Goede Tijden gaat verlaten. Was ook wel te verwachten. Zo gaan er weer wat mensen weg. En daarna had je op SBS6 een programma dat ging over erfenissen. Ja, op zich best wel heftig. Het ging dan over mensen die dan dus wilden weten hoe het eigenlijk met een erfenis zat. Deze mevrouw die zei dat ze onterfd was. En dat ze toch wel wilden weten hoe dat nou allemaal precies zat. En dan gaan ze met een team dat helemaal uitzoeken. En uiteindelijk had ze dus wel recht op haar kindsdeel. Maar die moeder van haar die had nog een belastingsschuld gehad. Dat moest ze dus nog af. En goed. Je draagt sowieso natuurlijk heel veel af aan een belastingdienst. Het was op zich wel interessant om te zien, maar het is wel ook wel sneu dat er eigenlijk, triest moet ik eigenlijk zeggen, dat er, ja, omdat soort dingen ruzie worden gemaakt natuurlijk altijd. Ik heb nog even een spel gedaan. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken, heb ik weer mijn serie gekeken op Netflix. Ik kon nu weer op mijn laptop kijken, dat was wel heel lekker. Die sluit ik dan aan op de televisie, zodat ik op groot scherm kan kijken. Ik heb nog gekeken of ik hem weer op de televisie kreeg. In eerste instantie leek het te lukken, maar uiteindelijk lukte het toch niet. En daarna nog weer even Zie mij graag en dat was ook alweer leuk. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik een nieuw boek uitgezocht. Ik wilde eigenlijk een ander boek gaan lezen, maar die had ik blijkbaar nog niet op de e-reader gezet. Dus die moet er nog eventjes bij. Dus dat eigenlijk. Nou ja, goed. Ik ga even dat winterdekbed pakken. En dan ga ik jullie meenemen. Dan gaan we maar eens even aan de gang. Want hoog tijd om even wat te gaan doen. Want dan kan ik hopelijk ook even iets opwarmen. Dus ik neem jullie mee.
Ik denk niet dat jullie het heel goed kunnen zien, maar ik voel zelf dus heel erg veel verschil dat nu het dikke dekbed erop ligt. En ik heb ook deze mat hier dan neergelegd. Dat vond ik gewoon leuk. Hiervoor stapt ook wel lekker, omdat ik hier natuurlijk de deur naar de douche heb. Dus ik ben er weer heel tevreden over. Zo, weer lekker klaar. Slaapkamertje is weer lekker schoon. Super fijn. Herfst dekbed ligt nu op bed, dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop niet dat het nou in één keer weer te warm gaat worden, maar dat denk ik bijna niet, want ik heb elke keer hartstikke koude benen in bed. Ik heb het zomerdekbed heb ik in de wasmachine gekregen, die is ook al klaar bijna. Dus die doe ik wel even in de droger, want die kon ik hier niet kwijt. Want ik dacht dat ik ze in een vacuümzak had zitten, maar dat was niet zo. Ik had ze in gewoon de originele hoes zitten. Dus als die dan weer droog is, kan die daar weer in. Dus nou ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik vind het wel een lekker gevoel dat die erop ligt. Nou ja, verder was alles gewoon prima. Katjes zijn nog even het laatste eten aan het opeten. Muis is weer de laatste restjes aan het opeten. Vind ik nooit zo'n heel goed idee, want meestal gaat dat niet goed. Maar goed, dat moet ik dan maar weer zien. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen en even wat drinken, want ik heb een beetje dorst gekregen. Dan ga ik straks lekker eten, daar heb ik ook wel zin in. Vanavond heb je weer lekker flikken Rotterdam. Wordt wel spannend volgens mij, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Verder met mijn Netflix-serie en één grote familie verder kijken. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Maar ik ben in ieder geval wel blij met alles wat ik heb gedaan. Ik had even mijn haar vastgemaakt, want ik merkte overal dat die haren overal bleven plakken. Dus het was niet zo handig. Best, er was een knot geweest, maar dat blijft nooit zo goed zitten bij mij. Zonder dat ik er een hulpmiddel bij gebruik, zoals die donut, zeg maar. Of zo'n, die clip die ik voor mijn verjaardag had gekocht. Maar goed, ik ga dat nu eventjes lekker doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 28 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb op zich wel lekker geslapen. Ik had natuurlijk lekker mijn warme dekbedden op. Ik ben vanochtend wel een keer heel vroeg wakker geworden, dat ik het heel warm had. Maar ik had ook raar gedroomd. Toen ben ik even naar het toilet gegaan. Toen ben ik wel weer verder gaan slapen. En toen bedacht ik me gisteravond toen ik in bed lag, oh, toch wel fijn dat ik hem er nu op heb, want ik had het gelijk een stuk warmer. Toen dacht ik me ineens, chips, ik heb die andere nog in de droger zitten, want ik had dus dat zomerdekbed gewassen en die had ik in de droger gedaan. En die was ik hem vergeten uit te halen. En Nathalie heeft een keer verteld, je moet dat altijd eruit halen, want anders dan krijg je, kan er brand ontstaan. Nou, toch maar weer uit bed, dat dekbed eruit gehaald. Dus, oh, dat dacht ik echt, daar moet ik echt eens een keertje aan denken, jongens. Maar goed, het is goed gekomen. Gisteravond was eigenlijk een prima avond. Ik heb lekker gekeken naar Flikken. Zit iets niet goed hier? Oh, jawel. Rotterdam was weer een hele mooie uitzending. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan en ben ik de video in elkaar gaan zetten. En heb ik mijn blogpost geschreven, thumbnail gemaakt, gezorgd dat alles online kwam. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Na nog even één grote familie en toen ben ik, dus lekker naar bed te gaan en mijn boek gelezen. Toen ben ik ook wel lekker gaan slapen. Dus het was eigenlijk allemaal wel prima. Vandaag op de planning. Ik heb eindelijk mijn diamond paintings heb ik in de bak opgeborgen. Dat ga ik jullie eventjes laten zien. Er zijn er wel een paar die passen er niet in. Die bewaar ik er nu gewoon bovenop, want die dozen zijn te groot. Verder wil ik dus even dat dekbed terug in zijn zak doen, zodat die weer klaar staat voor het volgende seizoen. En ik heb eventjes de make-up boxen van Essence en Catrice, die eigenlijk eventjes, waar ik even voor moet kijken van, oh ja, wat moet er eventjes uitgehaald worden? Wat een review moet hebben snel. En dat wil ik er dus eventjes uithalen. Dan wil ik ze ook gelijk weer eventjes aanvullen voor zover dat nodig is. Dus dat ga ik eventjes doen. En ik denk dat ik nog even boven wat ga doen. En eventjes in mijn blog en YouTube boek aan de gang ga. Ik ga nu eerst eventjes nog weer, zie ik, die mijn... hoe moet ik dit nou noemen? Zeg maar, ik... De goot, zeg maar, van mijn kabels, die hangt niet goed. Dus die moet ik nog weer eventjes goed hangen, want het irriteert me heel erg. Maar ik ga jullie in ieder geval gewoon weer meenemen. Dus ik ga eventjes lekker aan de gang.
Zo, dat was eigenlijk best wel een lekker middagje zo. Het dekbed zit weer lekker in de zak, dus dat is wel heel fijn. Het dagetje is nog even aan het nagenieten. Was dat lekker? Zit me aan te kijken, wat moet je? Dus dat was wel fijn. Ik heb nog even wat dingen boven kunnen doen. Dan ga ik het van de week even allemaal naar de papierbak brengen. Dan is dat ook alweer leeg. Dat scheelt ook altijd alweer een hele hoop. En ik zou volgende week met mijn coach even gaan kijken hoe we het kunnen aanpakken boven. Maar dat komt wel goed. De make-up eventjes een beetje opgeruimd. Dus daar kon ook alweer dozen van weg. Dus dat was ook wel weer fijn. Dus langzamerhand wordt het wel wat. En soms zie je het gewoon eventjes niet. En zoals nu vandaag had ik weer een betere dag. Dat ik dacht, ja, ik zie het wel weer. Dus ja, dat is ook gewoon een beetje net hoe je humeur soms erbij staat. Ik heb ook de make-up voor morgen alvast gepakt. Dat hoef ik alleen dan nog naar beneden te halen. Want je hebt morgen evengoed gewoon Ajax. Ga ik ook wel gewoon kijken. Er zijn heel veel mensen die nu zeggen, ik ga niet meer kijken. Het is natuurlijk ook niet om aan te gluren. En toen hoorde ik gisteren ook nog eens de trainer van PSV zeggen dat het wel eens een zware pot kon worden. Toen dacht ik echt van, serieus? Twee vingers in je neus en je gaat dit winnen. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Ik heb eventjes lekker in mijn blog en YouTube boek gewerkt. Dat was ook wel lekker. En ik had lekker nog zo'n white chocolate mocha van de Starbucks. En hij is er ook weer. Dus dat, die ga ik zeker ook weer eventjes inslaan. Die is gewoon heel lekker. Maar ik wacht altijd even tot die na aanbieding is. Want anders vind ik ze best wel duur. Ja. Ik had gisteren trouwens nog zo'n fruitvliegje in mijn koelkast. Ik word er helemaal gek van. Die zat dus in mijn koelkast. Ik heb hem als een malle natuurlijk gelijk doodgemaakt. Maar het wordt steeds erger. Ze lijken ook steeds groter te worden. En dat wat ik had gemaakt, dat bakje, had ik verteld, dat lijkt dus ook niet te werken. Want ze gaan er ook gewoon echt niet in. Dus nee, mijn moeder die zei altijd ook nog over een valletje. Die had ze bij Temu gezien. Dus daar zou ik ook nog eventjes kunnen kijken. Maar voor nu werkt het toch niet echt lekker. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik strakjes lekker douchen en eten. Vanavond heb je de allerlaatste Alles Kunnen Vips en ook de allerlaatste Ik Hou van Holland. Dus nou ja, dat ga ik eventjes kijken. Ik denk nog even lekker spelletje doen. En ja, dan ga ik de vlog weer voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Verder met de serie op Netflix. Ik wil eigenlijk ook nog even een persbericht online zien te krijgen morgen. Dus ik moet even kijken hoe ver het allemaal lukt. En dan ga ik weer één grote familie kijken en dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt verder ook mijn avond. Dus niet bijzonder, maar gewoon lekker. Ik vind het zelf altijd heel fijn. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 29 oktober. Ik zit er weer klaar voor. Potje voetbal. PSV Ajax. Ik denk dat we misschien wel met 6-0 gaan verliezen. Ik moet wel zeggen, de lol van het echt kijken en het er naartoe leven wordt wel minder. Omdat we echt zo slecht ervoor staan. En je gewoon eigenlijk elke week al weet, we gaan verliezen. Maar de vraag is meer met hoeveel. Ja, en toch kijk ik wel. Want ja, ik wil dan toch wel graag zien hoe, hoe het weer gaat, zo'n wedstrijd. En ondanks dat je dus weet dat het gewoon heel slecht gaat zijn. Ik verwacht ergens misschien nog wel dat er weer een wedstrijd gestaakt gaat worden. Ik weet het niet, we gaan het allemaal wel zien. Dus ja, dat wordt het ook. Ik ga wel even de foto's maken. En verder wordt het gewoon een middagje voetbal. De klok is natuurlijk achteruit gegaan. Ik had er gisteren eventjes, dat was ik er helemaal niet meer aan gedacht. En gelukkig werd het wel steeds benoemd. En uiteindelijk, ik wist het ergens wel in mijn achterhoofd, maar ik vergat het ook wel. We hadden natuurlijk een uurtje langer, ook wel lekker. Ja, ik voel me er altijd, ja, ik moet zeggen, afgelopen jaar had ik ook niet zoveel last van dat die klok vooruit was gegaan. Maar normaal gesproken, als de klok vooruit gaat, heb je er heel erg veel last van en met de klok achteruit minder. Ja, ze willen het natuurlijk nog afschaffen, maar ja, ik weet ook niet welke tijd dan het beste is. Want je lichaam krijgt natuurlijk best wel een aanslag elke keer als die klok verandert, maar goed. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar de Alles Kunnen Vips. Ik vond het wel heel jammer, want ik... Er waren twee mensen nog in die ik echt wel, ja, die ik een beetje kende. Ik had op een gegeven moment, ik had al besloten, ik hoop dat zij wint. Nou ja, zij lag er als eerste uit en vrij daarna ook de volgende, waarvan ik dacht, nou, dan moet die het maar worden.
Waardoor ik eigenlijk alleen nog maar naar mensen zat te kijken die ik niet kende. Ook omdat je best wel veel mensen hebt tegenwoordig van TikTok die worden gevraagd. Ja, ik ken dat niet, want ik kijk geen TikTok, dus ik ken dat dan niet. Dus dat vind ik allemaal wel jammer, zeg maar. Echt bekende, die zijn er altijd best wel snel uit. En dan hou je heel veel mensen over die ik gewoon niet ken, maar goed. Daarna nog even Kou van Holland, was ook wel weer leuk. En toen heb ik nog even lekker een spel gespeeld. En toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten. En toen ging ik dus kijken naar die Netflix-serie. En die kreeg zo'n bizarre wending die ik niet zag aankomen. Dat ik echt dacht, ah, oh, chips, nou is het afgelopen. Maar gelukkig heb ik vanavond weer. Dus ik heb er heel veel zin in om weer te gaan kijken. Want het was echt super spannend. Daarna nog even één grote familie. En toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. En toen ben ik ook wel gaan slapen. Alleen had ik nu wel veel meer moeite met slapen. Ik weet niet. Het was gewoon zo'n dag. Goed, ik ga straks wel de fotospullen laten zien. Ik ga nu even kijken hoe we deze wedstrijd weer gaan vergooien. Ook al zit ik in mijn tenue en blijf ik supporten, verliezen gaan we. Dus ik laat straks dan de fotospullen even zien. Ik heb even de fotospullen gepakt. Echt, deze wedstrijd is zo onwijs bizar. Ik ga het jullie straks even vertellen, maar ik laat nu even de spulletjes zien voor de foto's. Ik heb hier een Maxi Stay Gel topcoat. Ja, die zou tot 10 dagen je nagellak mooi laten zitten. Dus ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar. Dan heb ik van Delia Cosmetics de BB Cream. Die is dus bij de Action vandaan in de kleur Light. En ik ga de Pink is de nieuwe Black collectie fotograferen. En hier ga ik nog een video van maken. En ik heb hier de blush. Hier de lippenbalsem. Nou, ik heb hier ook de... stickertjes, die ga ik er wel bij fotograferen, maar die ga ik later een keer gebruiken. Dan heb ik hier nog een color changing lip glow. En dan hebben we hier als laatste dus een lip tint. En het is dus allemaal zwart, dus ik ben wel heel benieuwd ook om hier een video over te gaan maken. Ik ga de spullen snel opzetten, de foto's maken en dan ga ik gauw weer kijken naar de wedstrijd. Zo, ik heb net de wedstrijd uitgezet. Hij is afgelopen. We staan laatste in de Eredivisie, plek 18. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Volendam die heeft gewonnen. Dus we staan nu gewoon echt als laatste. En we moeten donderdag weer tegen Volendam. Het was ook een hele gekke wedstrijd. Want ondanks dat ik heb gezegd dat ik verlies zou verwachten. Had ik toch toen Ajax begon te spelen de eerste helft. En eigenlijk heel veel kansen kregen. We hadden op een gegeven moment al met 0-4 voor kunnen staan. Ik had het vertrouwen erin dat het nog wat kon worden met deze wedstrijd. En dan scoren ze en dan leid je en dan ben je blij. En dan wordt het al wel vrij snel 1-1. En dan scoort Ajax toch weer en dan staan we 1-2. En... ja, dan denk je, goh, als ze dit vast kunnen houden. Ik zag een Ajax wat ik lang niet had gezien, maar dan ga je de rust in. Dus ook even iemand die werd onwel op de tribune. Dus de wedstrijd is even stilgelegd omdat er medische hulp bij moest komen. Uiteindelijk was die persoon weer bijgekomen en kon die naar het ziekenhuis. Dan ga je de tweede helft in en dan is Ajax weer reddeloos en... dan verlies je uiteindelijk toch nog met 5-2. Het doet toch wel pijn om nu helemaal laatste te staan in die eredivisie. Ik weet het niet. We moeten dit maar weer gauw vergeten. De katjes hebben in ieder geval eten gehad. Ik merk wel dat die het een beetje lastig vinden. Omdat ze nu natuurlijk ook een uurtje later eten als normaal. Daar worden ze een beetje onrustig van. Ik heb de foto's gemaakt. Ik moet het alleen nog even importeren vanavond. Nou, ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik even een Hudson en Rex kijken, want er is een nieuw programma om 8:30 wat ik niet zo leuk vind. Nee, sorry, dat is onzin. Je hebt Meester Frank Visser en dat is herhaling en dat vind ik niet zo leuk. Dus dat ga ik niet kijken. Wel heb je om 9:30 Albertus Tegenman, dat ga ik kijken. Ik ga nog even een spelletje doen, ik ga mijn nagels doen. Foto's bewerken, mijn Netflix-serie kijken en weer mijn video lanceren. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik denk dat we het ook hier maar eventjes moeten bij gaan houden. Ik ben nu toch ergens toch wel heel teleurgesteld. Dus ik zou bij deze dan toch zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 30 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het eigenlijk een beetje koud. Ik heb eigenlijk een te koud shirtje aan.
Maar goed, ik heb het uit de kast getrokken, dus dan is het weer een reden om morgen weer iets warms aan te trekken. Ik heb gisteravond eigenlijk alleen Alberto Stegeman gekeken. Ik zou eigenlijk iets terug gaan kijken. Mijn moeder en Nathalie belden nog even gezellig, want die waren een dagje bij de Julianatoren geweest. En ze vertelde even hoe dat was, dus dat was wel heel gezellig. Dus toen heb ik ook niks meer aangezet om terug te kijken. Wel heb ik dus naar Alberto Stegeman gekeken, wat best wel heftig was. Kom maar, Mickey. Dat ging onder andere, ze hadden een onderwerp, dat ging over het houden van aapjes. Er zijn dus mensen die willen aapje als huisdier hebben. Nou, dat mag helemaal niet. Maar ze gingen dus iemand opsporen die dus daarin handelde, die dus die aapjes verkocht. Ja, wat dus gewoon eigenlijk echt belachelijk is. Dus die gingen ze aanspreken. En daarna hadden ze nog iemand aangesproken die had mensen opgelicht, maar hij beweerde dat het niet zo was. En nou ja, allemaal dat soort dingen. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze hebben lekker een goede glans nu. Ik heb dit lakje gebruikt. Het is uit een limited editie Travel Ico Nails. En dit is de kleur 03. Up to you New York. Dit is wel een heel oudje. Dus die heb ik erop gedaan. En ik heb dus deze topcoat eroverheen gedaan. Ik ben heel benieuwd. Hij belooft dus lang te blijven zitten. Dus ik ben heel benieuwd of hij dat gaat houden. Ik heb de foto's bewerkt. Ik heb nog het persbericht online gezet met de nieuwe kerstcollectie van Catrice. En toen ben ik eigenlijk lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Super spannend. Leek eerst op dat het al de laatste was. Ik denk, volgens mij kan dat helemaal niet. Volgens mij waren het 18 afleveringen, maar ik had inderdaad ongelijk. Toen heb ik nog even Zie mij graag gekeken en daarna ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Ik merk wel dat er nog steeds veel ongedierte is. Mijn valletje werkt niet dus met die beestjes, maar ik had dus zaterdagavond. Toen ging ik douchen en toen zag ik dus iets vliegen in mijn slaapkamer. Toen dacht ik, oh, het lijkt wel een mug. Dus ik had hem geprobeerd te vangen, was niet gelukt. Nou ja, een paar keer op de slaapkamer geweest zaterdagavond om dingen te pakken en ik zag hem niet. En toen ging ik naar bed en ik had wel zeg maar mijn rolgordijn al naar beneden. En toen zag ik hem gelukkig op mijn rolgordijn zitten. Toen kon ik hem doodslaan. Dus ik denk, ja, als die blijft rondvliegen, dat wordt dan echt een rotnacht als je zo'n beest hebt. Want dat gaat langs je oor zoomen. Ik weet precies hoe dat gaat. Dus ik heb hem gelukkig wel te pakken gekregen. Maar je merkt echt wel dat er nog steeds wel veel ongedierte is, hoor. Nou, ik ga de kattenbakken doen. De douche, de gang. Ik ga ook een was aanzetten. Er moet een was opgevouwen worden. Ik heb genoeg te doen, dus ik ga jullie gezellig meenemen. Dus tijd om eventjes aan de gang te gaan. Lekker muziekje aan en even aan de gang. En hoop dat ik ook even weer wat opwarm. Ik ben klaar. Ik heb de lampjes al aangedaan. Het werd best wel donker en ik zag dan niet zoveel meer omdat ik maar één raam heb. Dus ik denk, nou, dan moet ik de lampjes maar aandoen. Het is wel heel erg vroeg, maar ja, het is ook over een uurtje denk ik ongeveer al wel weer donker. Dus prima. Ik ga niet in een donker huis zitten. De was is nog aan het draaien. Die had ik erin gedaan. Ik moest echt heel nodig dus wassen. Eén was weer opgevouwen. De kattenbakken zijn lekker gedaan. De douche is lekker klaar. De gang, dus dat geeft altijd wel weer ja, een lekker gevoel als alles weer gedaan is, vind ik. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee.
Nou ja, verder alles opgeruimd. Ik heb net zelfs nog eventjes een beetje gerelaxed, want ik was klaar en ja, ik was aan het wachten tot de katjes eten gingen krijgen. Die hebben nu dus net lekker hun eten op. Ik ga nu nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik naar Goede Tijden en Chateau Meiland. Ik ga nog even een spelletje doen, maar ik wil ook eventjes de video van morgen in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven en uiteraard verder met mijn Netflix-serie. Daarna nog even zien mij graag op Videoland. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt verder de avond. Dus ook niet heel erg bijzonder. Ik hoop dat de laptop een beetje mee wil werken. Want de laatste tijd is dat allemaal een beetje drama. Maar goed, dan ga ik wel weer eventjes mee verder. Dus ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat ik ga doen. Ik ga die dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga even wachten tot het wasje klaar is. En hoop dat die nog even kan verwerken. En dan ga ik eventjes lekker in de relax modus. Want het zat eigenlijk wel lekker. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 31 oktober. Ik ben klaargemaakt en het is een beetje gekkig weer, moet ik zeggen. Het was straks heel zonnig. Dat ik dacht zo, oké. En nu is het ineens heel bewolkt geworden. Maar je ziet nog wel een klein beetje de zon. Want die valt een beetje op mijn gezicht. Maar ik ga ervan uit dat er straks een flinke bui uit gaat vallen. Ik lag in bed gisteravond en toen was het ook heel erg hard aan het regenen. Wat heel gezellig klonk, vind ik altijd heel leuk. Het is vandaag Halloween, jongens. Hebben jullie iets met Halloween? Ik persoonlijk dus helemaal niks. Ik hou niet van enge dingen. Ik kom ook uit een dorp waarin Halloween absoluut geen ding was. Ik ben er ook niet mee opgegroeid, maar ik heb er ook niks mee. Ik ben niet zo'n held op sokken. Bijvoorbeeld in een attractiepark of zo. Het spookhuis sla ik ook echt over, want dat vind ik helemaal niks. Dus nee, Halloween is voor mij in ieder geval helemaal niks. Maar ik ben wel benieuwd of jullie er misschien wel wat hebben of misschien al een Halloweenfeest hebben gehad. Ik ga er ook vanuit dat de meeste feesten al wel gevierd zullen zijn. Het is natuurlijk een doordeweekse dag. En ja, de meeste mensen zullen misschien morgen gewoon weer naar het werk moeten of naar school. Dus nee, dat gespook en gespuis, dat is niks voor mij in ieder geval. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna Chateau Meiland. Dat was gewoon weer leuk. Ik heb even een spelletje gedaan. Toen heb ik de video in elkaar gezet. Die is online gekomen. Een blogpost geschreven. Toen ben ik lekker de Netflix-serie gaan kijken die steeds vreemder wordt. Vreemder, ja, spannender moet ik eigenlijk zeggen. Maar je komt achter steeds meer dingen dat je denkt van, oh, dit had ik niet verwacht. En daarna nog even zien mij graag. En toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Zoals ik al zei, het voelde heel gezellig aan omdat het regende. Maar ik had ook wel koud. Alleen dan heb ik een beetje raar liggen dromen. En dan merk ik wel dat ik het echt heel erg warm heb als ik wakker word. Dus, maar goed, verder moet ik wel zeggen dat het herfstdekbed wel goed bevalt. Ik ga zo een video opnemen als ik daarmee klaar ben. Misschien nog even boven wat doen. En dan ga ik nog eventjes lekker aan mijn diamond painting verder. Dus daar heb ik wel zin in. Dus daar ga ik jullie nog wel even in meenemen. Verder heb ik ook niet zo heel veel bijzonders te vertellen. Want er gebeurt niet zoveel. Behalve dan dat ik hier weer zo'n vliegje heb. Waar ik dus niet vanaf kom. Ik heb inmiddels ook het bakje wat ik had gemaakt maar leeg gegooid. Want er kwam een heel raar laagje op te zitten. En ze gingen er toch niet in. Dus ik weet niet hoe ik er vanaf moet komen. Goed, ik ga even stofzuigen en dan ga ik de video opnemen. Dus ja, laat ik eventjes aan de gang gaan. Thank you.
Zo, ik ben klaar. Ik zit al bij de lampjes, want ja, het werd ineens al donker. Dan wordt het in één keer ook donker. Vooral omdat het weer al een beetje raar was. Met film ging het ook een beetje gek. Katjes waren een beetje vervelend, maar het is allemaal wel gelukt. Ik heb ook alles gelijk opgeruimd, de spullen. Dus dat vind ik wel heel lekker. Mijn diamond painting, ik moet nog 4 rijtjes. Waarom steek ik 2 vingers op? 4 rijtjes. En meestal doe ik zo 2 rijtjes per keer. Dus dat zou betekenen dat ik over 2 weken hem af heb als alles... Nou ja, als er geen rare dingen gebeuren of onverwachte dingen. Want dat kun je natuurlijk nooit voorzien in het leven. Maar ik zou hem met 2 weken af kunnen hebben. Dus dan kan ik hem inlijsten. Dus ja, ik vind het superleuk. Lang project geweest, maar ik vind het ook niet erg om al wat langer mee bezig te zijn. Ik ben ook een beetje pietje precies, dus dat is soms ook wel lastig. Katjes hebben nu net lekker gegeten. Ik heb nog boven eventjes wat gedaan, maar het is nog niet heel veel, want het lukt gewoon eventjes weer niet zo wat ik al zei. Nou ja, goed, het komt allemaal goed. Ik kreeg net ook een heel fijn berichtje van mijn vader dat er een nieuw lampje is voor het blokje van mijn opa. Dus daar ben ik heel blij mee, want ik vind het echt al heel erg, ik mis het al heel erg dat hij er niet meer staat nu. En ja, dat mis ik wel gewoon heel erg. Dus nou ja, goed. Dat is heel fijn. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen, want ik heb het een beetje koud. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Die kwam er heel raar uit. Vanavond gewoon weer Goede Tijden kijken en Politie Rotterdam met Ewout, leuk. En dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken. Mijn foto's bewerken voor mijn blogpost van morgen. Lekker verder met mijn Netflix-serie. En daarna weer eventjes zien mij graag kijken. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om hier naar deze vlog te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje... met mijn gezicht druk of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode abonneerbutton. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!